spreker naar voren halen. En dat is Miel. En dan kan ik ook... Zal ik hem even doorklikken en vervolgens aan Miel geven? Ja. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Miel Vugts, leuk om hier te vermelden dat jij eigenlijk degene bent die het initiatief heeft genomen voor dit webinar. Bij jouw postdoc traject, het onderzoek, hoorde dat er eigenlijk bij een symposium. We wilden dat in juni doen. Nou, dat is natuurlijk duidelijk. In juni lag alles plat. Vanwege dit onderwerp e-health dachten we van ja, als je het... in deze tijd wil laten doorgaan, dan kan dat zeker met dit webinar en dan, daarom nu ook hier online. Emiel, jij hebt in jouw zogenaamde SWOG-onderzoek ook echt gekeken vanuit theorie, vanuit onderzoek van hoe kun je e-health nu mogelijk maken en dat voor een specifieke doelgroep. Emiel, voor jou, aan jou het woord. Dankjewel Inge. Ja, dus zoals Inge al aangaf, mijn naam, mijn functie bij Transo. Een postdoc volgt natuurlijk op een promotieonderzoek. En mijn promotieonderzoek ging over een e-health applicatie die gericht was op het leren omgaan met chronische pijn. En zoals dat gaat, roept dit heel veel nieuwe vragen op. Ja, over de impact van computerondersteunde interventies. Wat weten we daar nu eigenlijk echt over? En ook bleef ik uitgedaagd om na te denken over evaluatie. Hoe kun je impact nu echt goed beoordelen, doorgronden en bevorderen? En ik vermoedde dat onderzoek een rijker beeld van impact kan opleveren dan het tot nu toe doet. En ja, meer waar je in de praktijk ook echt wat mee kunt. Het leek me belangrijk genoeg om daar in postdoc-onderzoek nog dieper in te duiken. En gedurende de presentatie hoop ik dat... dat aan jullie duidelijk wordt wat ik hier precies mee bedoel. En fijn dat ik het op deze manier met jullie kan delen. Ja, het wordt een echte onderzoekspresentatie met alles wat daarbij hoort. Dus ik hoop dat ik jullie er allemaal een beetje bij kan houden. In de presentatie staat hier en daar wat gele tekst. Die is er eigenlijk vooral om gericht om jullie te prikkelen om daarop te reageren. Graag reageer ik daarop na de presentatie. Als er tussendoor hele belangrijke verhelderende vragen zijn, dan hoor ik dat ook graag. Het onderzoek is net als het webinar, zoals Inge zei, te danken aan Stichting SWOG. En mijn onderzoek is alleen maar mogelijk gemaakt door een aantal collega's die ik hier op de slide noemde. Nou, waarom zou je nog 2 jaar druk maken over thema steun aan patiënten met chronische pijn? Het komt gewoon ontzettend veel voor. Ja, zoveel dat bijna iedereen in zijn of haar leven wel een keer mee te maken krijgt. Om dat te illustreren, chronische lage rugpijn is de grootste deelpopulatie. En deze gezondheidsbeperking kent waarschijnlijk de grootste ziektelast van, tijdens het leven van mensen. Dus dan heb ik het niet over natuurlijk sterfte, maar gewoon tijdens het leven van mensen is dat hetgeen waar mensen het meeste hinder van ondervinden. En dat is wereldwijd het geval. Ja, er zit een ontzettende grote individuele variatie in het soort oorzaken en uitingen van chronische pijn. Het kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van reuma, kanker of een neurologische aandoening. In elk geval heeft het meestal een behoorlijke weerslag op het dagelijks leven. Bij andere vormen is niet heel specifiek een lichamelijke afwijking aan te duiden en is pijn zelf het primaire kenmerk. Ja, pijnpercepties zijn immers veel meer dan een directe reflectie van lichamelijke schade. En ze houden op diverse manieren verband met het psychosociaal functioneren van mensen. En daarmee wordt in behandeling niet altijd even goed rekening gehouden. Heel even inbreken. Ja. Dat is voor jou voor de accreditatiebutton okay. Is in beeld. Ja. Dus voor degene wie dat betreft, druk er even op, want dan word je geregistreerd. Sorry, Miel, geen aan jou weer het woord. Geen probleem. Vervolgens is de vraag, waarom zou de inzet van e-health daarbij kunnen helpen? Ik vertel jullie een beetje over hoe daarover wordt gedacht. En nodig jullie een beetje uit tot reflectie over de vraag van wie doen we het eigenlijk? Er zijn veel verschillende plausibele motivaties voor de inzet van e-health. En het is een beetje, voor mij is het een beetje het bekende riddeltje waar de wetenschappelijke artikelen mee beginnen. Computers kunnen een uitkomst zijn wanneer informatie, zorgverleners en andere middelen ver van huis zijn of te duur voor een patiënt. Als men vreest
hoe anderen aankijken tegen bijkomende psychische lasten. Je zou met minder middelen aan meer mensen zorg kunnen bieden, die inhoudelijk consistent is. En dat zijn allemaal argumenten die heel goed klinken. Misschien ook een beetje afhankelijk van wie ze hoort. In elk geval is IAD kan een hypegevoelig thema zijn. Het is daarom nogal uitdagend om goed te motiveren waarom je het inzet. En bijvoorbeeld als aanvulling of vervanging van bestaande zorg. En om dat echt goed te doordenken. Dat raakt ook echt aan het verhaal van Evelien hiervoor natuurlijk. En wat mij betreft heel belangrijk om ook te evalueren of die beloften echt ingelost worden. En wat voor resultaten zouden we dan willen zien? Het woord impact, het moet natuurlijk even gedefinieerd worden. Er is sprake van impact als de individuen waarop je je richt ook echt bereikt worden. Dat zij de beoogde gezondheidsdoelstellingen kunnen bereiken. Dat zorgverleners tenminste bereid zijn om het in te zetten. Dat intenties ook opgevolgd worden door actie om IAD in te zetten zoals bedoeld. Passend in een lokale context en niet te duur. En alles moet dat ook enige tijd volgehouden worden. Ook rakend aan het verhaal van ons doel van de academische werkplaats. Dan de vraag impact, hoe onderzoek je dat? De eerste waar je misschien aan denkt, waar men vaak aan denkt, is het specificeren van een klinische vraag. Ik zal het illustreren met een voorbeeld. Bijvoorbeeld patiënten zijn individuen met fibromyalgie. De IELT-oplossing is een app om na een multidisciplinair revalidatieprogramma een dagboek bij te houden over het volhouden van belangrijke activiteiten die je daarin hebt opgebouwd. En daarbij krijg je feedback van een therapeut op afstand. En dan zou je dit kunnen vergelijken met een situatie zonder nazorg. Dan kijken of er een verschil is in de afname van catastrofale gedachten over de gevolgen van pijn en hinderen van pijn in het dagelijks leven. Dat kunnen bijvoorbeeld de uitkomsten zijn. En dan testen we in een gerandomiseerd experiment. En dan komen daar dit soort cijfers uit. Hè? Een effectgrootte van 0,35. Dan roept dat me vaak de vraag op, wat betekent dit? Wat kun je er vervolgens mee? Dus dit is een vraag die ik, waar ik jullie over uitnodig om over na te denken. Wat willen we eigenlijk nog meer weten? Wat zijn de vragen, de dingen die je nog niet weet? Werkt het nu echt op de manier zoals de bedenkers het voorspelden? Bij welke programma's lukte dat wel? Bij welke programma's lukte dit niet? Wat is er nodig om zoiets in mijn werkomgeving te realiseren? Ga ik daarbij nieuwe of meer individuen bedienen of bestaande patiënten met een beter resultaat? Ben ik hier als zorgverlener zelf van overtuigd? Willen mijn collega's dit ook? Wat voor stappen ga ik zetten? Wat gaat het kosten en wie gaat het betalen? Dat zijn allemaal vragen die met een experiment nog niet beantwoord zijn. Er zijn andere vormen van onderzoek die daar beter over kunnen informeren, zoals een ontwikkel- en haalbaarheidsonderzoek, economische evaluaties en nog een aantal andere voorbeelden hierop staan. En ook in de synthese van onderzoek kun je rekening mee houden dat er veel meer verschillende methodes zijn die informatie kunnen geven over de impact van een programma. Een perspectief die je daarop kan loslaten is realistische evaluatie. Het is niet een specifieke techniek, het is meer een benadering van evaluatieonderzoek waarin je dat bevordert om je bezig te houden met verklaren en niet zozeer direct te oordelen. Om een metafoor te gebruiken, je kijkt eigenlijk onder de motorkap van de interventie, zodat het ook mogelijk wordt om daaraan te kunnen sleutelen. Met alle mogelijke voordelen en risico's daarvan. En realist review is de variant waarbij je naar secundaire bronnen kijkt als deze relevant en betrouwbaar zijn. En dat je soms niet een oordeel of een stempel komt geven met het evalueren is soms wat lastig uit te leggen. Vandaar dat er dit soort plaatjes in omloop zijn. Vanuit dit perspectief hebben we een brede vraag geformuleerd. En bij voorbaat weet je dat die te ambitieus is om te beantwoorden. Hebben we wat specifiekere vragen geformuleerd. Die gaan in eerste instantie over in hoeverre dat er eigenlijk überhaupt onderzoek is naar impact in een brede zin. En of dat er ook gezocht is naar theoretische en contextuele verklaringen of uitleg.
En daarbij verwachten we meer empirische informatie te vinden over gebruikers zelf, over gezondheidsuitkomsten en wat men van programma's vindt en hoeveel men er gebruik van maakt dan over adoptie en implementatie. Daar verwachten, hadden we eigenlijk van tevoren al verwacht dat daar niet zo heel veel informatie nog over zou zijn. Nou ja, we volgden de richtlijnen van deze onderzoeksbenadering. Ja, je zet wat vaker in vergelijking met een systematische review een stap terug in je onderzoek. Dus het herformuleren van doelen of opnieuw weer literatuur zoeken. Dus op die manier is het een wat meer iteratief proces dan gebruikelijk bij literatuuronderzoek. Wat je probeert te bereiken is het formuleren van zogenaamde CMO's. Dat is weer iets heel abstracts, dus ik ga het weer met mijn voorbeeld proberen duidelijk te maken. Een beoogde uitkomst kan bijvoorbeeld zijn, is minder hinder van pijn. Een interventie kan zijn de mobiele nazorg-app die ik net noemde. Als we het over mechanismen hebben, dan bedoelen we eigenlijk een soort universele wetmatigheid die ervoor zorgt, die hinder van pijn veroorzaakt. Bijvoorbeeld het bewustzijn van een lichamelijke conditie en wat die met je doet. En hoeverre dat het desondanks mogelijk is om betrokkenheid te ervaren bij je dagelijkse activiteiten. Een heel complex psychisch mechanisme, dat we dan bijvoorbeeld het label pijnacceptatie geven. Context is ook weer heel abstract. Het bevat eigenlijk allerlei omstandigheden die het acceptatiemechanisme kunnen triggeren. Dus de werkomgeving, persoonlijkheidskenmerken van iemand enzovoorts. Het gaat hier om het feit dat het mechanisme activeert. Een programma of een interventie is dus iets wat je in de context van de persoon verandert, waardoor het mechanisme op een andere manier geactiveerd wordt. Meerdere van dit soort configuraties die samen vormen die een theorie, een programmatheorie. Een theorie over hoe een programma werkt. Dus de eerste stap in het onderzoek is het formuleren van initiële programmatheorie. Dus initiële CMO's. Een soort van hypothese eigenlijk. De input daarvan haalden wij uit informele gesprekken met mensen die de context kennen. Maar ook uit theoretische bronnen. Later kom ik er inhoudelijk een beetje op terug wat we daaruit ontdekten. En de kern van die initiële verwachtingen was dat het heel belangrijk is dat de betrokkenen samen waardeproposities uitwerken. Ook weer volledig, het komt volledig overeen met het verhaal van Evelien. Een van de kaders die wij dus ook in dit onderzoek hebben gebruikt, die legde zij daarin dus ook uit. Per doel gaan we een selectie van onderzoeksresultaten nu bespreken.